En de burgemeester van Mariupol die werkt eigenlijk zo dicht mogelijk aan het front. Om in contact te blijven met de mensen die er nog wel zijn. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat er verschrikkelijke dingen gebeuren daar. Hier zitten we samen. En hij vertelde mij dat hij die dag op bezoek zou gaan in Kiev, in het ziekenhuis. Om 50 jonge vrouwen tussen de 19 en de 40 te ontmoeten. Die, ik geloof, een jaar lang in Russische gevangenschap hebben verkeerd. En wat daar gebeurt, dat is echt misdadig. Noem eens iets. Iedereen kan raden wat er gebeurt met jonge vrouwen in hun bloei van hun leven die in handen van Russische soldaten vallen. Vreselijk. Die vrouwen zijn intens getraumatiseerd. En dat is gewoon een oorlogsmisdaad wat daar gebeurt. En ja, dat verhaal, dat kent niet iedereen. Want we praten heel vaak over de geopolitieke consequenties van deze oorlog. Over inderdaad de verwoestingen, over wat betekent het voor ons. Maar wat het voor gewone mensen betekent, die helemaal niets met deze conflicten te maken hebben. En wat het doet met hun leven en hoe het ook kapot maakt. Ja, daar praten we, vind ik, best weinig over. En dus is het ook belangrijk dat we dat wel blijven doen. Had u het idee dat